hebben een lichtontwerper die Maarten Wammerdam, die heeft alles verzonnen. En die heeft samen met Niels Kingma de plaatjes gemaakt. En tijdens de voorstelling mag ik de cues doen dat het goede licht op het goede moment aanstaat. Je moet natuurlijk rekening houden met alle palen die er staan. Tot het eerste weekend van juni spelen. De perfecte onderwerp. Ik ga muziek maken. U gaat muziek maken. Yes. En als je staat, dan... Oké. Doen jullie met die rode hoedjes? We doen mee met het feestje, geloof ik. Dus op een gegeven moment krijgen we de hoedjes op. Goed. Maar die gaat weer af als ze dood gaat. Ik ben een van de vrienden van Orfeo. Ik ben een van de pastorie. Goedenavond. Imposant. Ik probeer mee te spelen met de akoestiek van hier. Hier? Ja hoor. Oké. Mag ik bij jou, Isa? Een liefdesverhaal is het. En Orfeo die trouwt met Eurydice en die zijn echt knetterverliefd. En daar komen we vanavond ook op een huwelijksfeest komen we binnen. En daar, de eerste 20 minuten zijn de gasten van vanavond, die zijn ook onderdeel van dat huwelijksfeest. En helaas, wat Eurydice, die wordt daarna hartstikke ziek en overlijdt uiteindelijk. Ja. En Orfeo is daar zo verdrietig van dat hij een deal sluit met Pluto. Maar Pluto, de god van de onderwereld, die wil dat niet. Maar zijn vrouw, die wil wel die deal sluiten. Mm. En dan mag hij de onderwereld in en hij krijgt de instructies mee. Je mag alles daar doen, maar ga niet achterom kijken. U zit rustig te lezen. Terwijl de spanning stijgt. Zorg ik de kleding. Okay. Dat het heel is, dat het schoon is, dat het op zijn plaats houdt. Oh ja, altijd. Mm-hmm. Het hoort er dan overheen. Ja. Heel. In het licht. Let there be light. En die is wit, daar mag u naartoe. Wat een drukte, hè? Ja. Gezellig. Ik heb beneden even gefilmd. Het wordt heel mooi. Mooi. Ja, het is zo leuk. Het begint over een minuut. Dus ga als een speer hier in de rij staan voor... dit was het, jullie zijn met z'n tweeën. Ja. Maar Eurydice loopt heel lichtvoetig. En als ze er bijna zijn, wat doet hij? Hij hoort haar niet en hij draait zich om. En dan is zij gedoemd om voor altijd in de onderwereld te blijven. Oh, wat erg. Dus het is heel verdrietig, maar tegelijkertijd zo waanzinnig mooi. Tragiek, ten top. Het is tragiek, maar zo mooi gebracht.